Hey YouTubers, nou even een kleine update. Hopelijk doet mijn geluid het nu wel. Ik heb even een paar dingen om een update over te vertellen. Op het gebied van school, sporten, BNN, spuiten en slikken. Ja, nou laten we in ieder geval even beginnen. Op school gaat alles nu goed, eigenlijk, afgezien van mijn punten. Ik word gewoon geaccepteerd. Ik moet eigenlijk al mijn docenten nog even een e-mailtje sturen met wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ik heb een spreekbeurt, althans een presentatie gehouden over genderdysforie voor de helft van de klas. Dat ging hartstikke goed. Ik heb wel een paar keer gehaperd, maar overal ging het hartstikke goed. In het begin was ik een beetje zenuwachtig, wat in het halverwege eigenlijk ophield. Nou ja, spuiten en slikken. Ik werd benaderd via een profielensite om mee te doen met spuiten en slikken. En eigenlijk was het idee om in Fuck the People te komen. Maar ze vonden mijn verhaal als zijnde genderdysfor en zo dusdanig interessant dat ze me eigenlijk gewoon in de normale show willen hebben. Ik krijg één opnamedatum, dat is aankomende donderdag of over 2 weken. En daarin gaan we het 6 minuten hebben over mij als zijnde genderdysfor. Ja, ik ben vandaag dus al even heen en weer geweest naar Hilversum. Al voor een voorgesprek. Om even te babbelen en te kijken waar we het over gaan hebben, waar niet. En om even te kijken hoe ik zou reageren op vragen. Het was hartstikke gezellig. Ik moest er om 1 uur zijn. Ik was er om 12:30. Want ik dacht, ja, ik ga hier niet te laat voor komen. Nou ja, toen ben ik apart gaan zitten met mijn contactpersoon, even gebabbeld. Toen kwam de hoofdredacteur kwam er nog even bij. En toen werd ik even voorgesteld aan de redactie en aan Nicolette van Dam. Dat mens is hard, ontiegelijk lang en ontiegelijk aardig eigenlijk. Op een gegeven moment hadden we het over de diagnostiek, dat de wachtlijst daarvoor zo lang is. Toen zei ze van ja, hoe lang moet je nog? Ik zei ja, 51 weken. Toen zei ze, nou, heb je al een scheurkalender? Ik zei nee, ik heb een zelfgemaakte poster waar ik telkens een vakje van inkleur. Toen zei, oh ja, dat dus. Nou, cool. Voortaan tel ik wel met je mee. En vond ik zo tof. Ze vroeg of ik zenuwachtig was. Ik zei, nou ja, dat komt wel als ik op tv moet gaan komen of zo, denk ik. Momenteel nog niet. En zei ze, nou, dan gaan we lekker voor de uitzending gaan we samen nerveus zijn. Ik zei, nou, dat is mooi. Nou ja, toen ging ik weer naar huis. Ik word aankomende donderdag gebeld of ik die kant op moet of dat ik over 2 weken moet. Als het aankomende donderdag is, dan word ik opgehaald. Omdat het dan een beetje last minute gaat zijn. Want de gast van die uitzending, die is een beetje wisselvallig omdat het een 17-jarige heroïneverslaafde is. Nou. Verder, ik heb mijn derde weegmoment gehad, wel eigenlijk mijn tweede. Nou ja, ik ben 11 centimeter van mijn buikomvang kwijt. Nou ja, ik weet niet of je het nu zo een beetje kan zien. Zeg maar, ik ben wel heel wat kwijt. Ik heb nog wel heupen, maar het wordt minder met de week, zeg maar. Het is echt. Ja, nou ja, hier zit nog een beetje vastigheid, maar. Op zich, het wordt steeds minder. School, BNN, gewicht. Oh ja, op de sportschool heb ik het er ook uitgeflapt tegen een van de trainers. En hij bood aan om me naar de jongenskleedkamer te transferen. Maar ik heb toch maar gezegd dat ik het niet wilde. Want ik vind het nog een beetje awkward om daar naar binnen te lopen. Hup, shirt uit, boobies. Nee. Ik heb gezegd dat ik momenteel wel goed zit en dat het in de loop van het jaar misschien verandert. Dat weet ik nog niet. Ja, dat weet ik echt nog niet. Verder, op scouting wil ja, eigenlijk het bestuur het uit gaan spreken tegenover de ouders van de kinderen waarmee ik op scouting zit, zeg maar. Als het ware waar ik leiding van ben, DURP. Willen ze het gaan uitspreken dat ik genderdysfor ben? Nou, ik heb gezegd van, nou, ik ben het helemaal voor. Trouwens, nieuw kapsel, rood, kort, kort.
kort. Ja. En voor de rest, volgens mij had ik mijn poster nog niet laten zien, die ik zelf heb gemaakt. Dus die ga ik nu even laten zien. Hij is in het zwart-wit. Want ja, geen kleurenprinter op school op A3 formaat. Kijken. Nou ja, je ziet daar een man staan. En ik ga nog even kijken of ik hem een beetje dichterbij kan. Nou ja, je ziet daar allemaal vakjes ingekleurd staan al. Dat is nummer 56 tot en met nummer 52. Ja, nou, dit zijn allemaal nummertjes. En verder, ja, ik heb een beetje een boy crush thingy op een gozer uit Griekenland. En daar ga ik in de zomer naartoe. Yay! En die weet van mijn genderdysforie en die vindt het helemaal awesome, maar dat maakt hem niet uit. En dat is vet. Verder verhuizen. Ik ga weer terug naar mijn vader. Vind ik hartstikke kut, maar ja, het moet maar. Ik ben momenteel dus druk met verhuizen. Nou ja, mijn kamer is al redelijk leeg aan het worden. Dus ja, ik denk dat het nog 1,5 week duurt voordat ik er woon. Dan moet ik nog al mijn spullen even uit gaan zoeken. Dus tot die tijd zal ik niet zoveel online zijn, denk ik. Ja, ik zal wel online zijn, maar ik zal geen filmpje op updaten, posten, dingen. Ja, nee, ja, dat was het wel. Ik ga zo weer naar de sportschool en ik spreek jullie wanneer ik jullie weer spreek. En, oh ja, trouwens, mensen die alleen maar via Facebook followen, vind jullie gay. Jullie mogen ook gewoon wel abonneren op mijn YouTube-kanaal hoor. Want ik vind het een beetje vreemd als iemand me aanspreekt van ja, ik heb je filmpje gezien en dat ik denk, ja, oké, okay, maar je bent geen abonnee van me. Oh. Dus, abonneer alsjeblieft, want dan weet ik tenminste dat je kijkt en dan hoef ik niet alles dubbel uit te leggen, want dat vind ik kut. Ja. Ja, nee, dat was het wel. En ahoy en doei en zo. Oh ja, trouwens, ik heb gewonnen met mijn reisshirt. Awesome. Helemaal dikke win. Dus dat. En ik spreek jullie de volgende keer wel weer. Hoi.